daar zijn we weer. He. Hier achter mij, de Zevenheuvelenweg. Yay! En we lopen nu berg en dal in. Er zijn al heel veel burgemeesters langs. We hebben net een heerlijke pauzestop. Jitske! We hebben net een heerlijke pauzestop gehad. Eventjes bij de Wandelbond, was heel erg fijn. En nu zijn we weer door. Bananen van de Lidl hebben we ook nog gehad. Heerlijk, heerlijk. En nu zijn we weer lekker aan het warmen, wandelen, met heel veel muziek, gezellige mensen onderweg hier. En hier is Jitske. En Jitske natuurlijk. En Jultje. En nog een Jitske. En daar zijn eerst de andere Jitske. En Malou. Kom op, water. Water. Niks aan dat. Iedereen wordt lekker nat gesproeid. Ja, dat weet ik, schat. Dat heb ik al gezegd. Nee. Ja, zeker wel. We worden overal nat gesproeid onderweg. Dan moet je altijd een beetje opletten met je telefoon natuurlijk. Hey, Jits, ik ga jou even het microfoontje geven. Wil jij hem even? Jultje kan deze heel goed vasthouden. Die kan dan tegelijk filmen. Twee Jitskes. Wat moet ik doen? Nou, ik ga jou eens even het microfoontje geven. Want dan kan ik van jou horen. Oké, hallo mensen. Hoe het met je gaat? Het gaat heel goed. Ja, vertel eens. Ik heb geen pijn aan mijn voeten. Oké. Vandaag een keer niet. En maar, andere kinderen? Die denk ik. Misschien. Heb jij pijn aan je voeten? Nee, mijn zus ook niet. Jutje, heb jij pijn aan je voeten? Ja, ik heb wel pijn aan mijn knie. Zij heeft pijn aan haar knie, Jutje. Dat is niet fijn. Hey, en hoe gaat het met die jonge 100? Goed. Ja, vertel. Alleen is er eentje voetsie. Ziet ze ieder of zoiets. Die lopen daarvoor, dat heb ik gezien. Oh, je hebt ze gezien. Hij is weer gevonden. Dat is heel goed. Kijk, we zijn namelijk een van de kinderen kwijt. Ziet ze ieder. Heel gezellig, het barst hier ook van de militairen zo ertussen. Als je naar voren kijkt, zie je alle militairen. Ja. En dat is natuurlijk heel gezellig. Ja. Maar ja, die mannen, die hollen er meteen achteraan. Wie is dat? Ik ga even, Henny, ik ga nu naar de andere Jitske. Ja, Jitske! Je moet komen! Even naar de volgende Jitske. Ik geef het microfoontje door aan je natte doekje. Ja, gewoon door blijven lopen, schat. Niet gaan stoppen. Zo, ja, doorlopen. Kom! Ballonnen onderweg. Jitske, Henny! Henny Wesseldijk vraagt hoe het gaat. Heel goed. Zeg even hallo Henny. Hi Henny. Wie is Henny eigenlijk? Mijn oom. Oh, dat is je oom. Die komt vrijdag ook. Oké. Ja, weer water. Vertel eens eventjes. Ja, niet alleen maar goed natuurlijk. Hoe bevalt het? Het is wel heel erg warm, maar door het water gaat het wel goed. Oké. En hoe gaat het met de jonge 100? Nou, de groep is al. Ja, de groep is nog wel in een groep. En niet helemaal daar en daar. Ja, ook wel, maar niet heel veel. We zijn nog een klein beetje groep. Ja. Er zijn er ook wel een paar voor uitgelopen en een paar achter. En, ja, wat? Tot morgen, hè? Tot morgen, Henny. Oh, Henny komt morgen. Oh, toppie, zegt Henny. Henriette, Nathan. Even kijken of we Nathan zien. Nathan! Nathan! Dingetje. Nee, Nathan is op. Nathan loopt op dit moment eventjes niet hier bij ons en naast ons. Hierboven deze vierkante ballon, dat is de ballon van de kindercorrespondent. Zodat iedereen hem goed kan herkennen. Ik zie er wel verlopen uit, zeg, zie ik nu. Maar iedereen hoor. Hoe heet het? Zodat het lekker opvalt. Dus iedereen weet een beetje waar wij lopen en waar de basisgroep loopt. En zo zijn we morgen ook heel goed herkenbaar natuurlijk. Heel goed herkenbaar bij de finish. Krijgt iedereen een verse ballon. Zodat we lekker blauw zijn. En dan hebben we Jitske! Mama de slecht! Kus van mama! Dansje! Nou goed, hebben we verder nog vragen voor deze live vlog en live blog. Ja, hoe het met mijn voeten gaat. Nou ja,
niet zo goed eigenlijk. Dit is zo'n moment waarop je normaal zou zeggen, ik stop er lekker mee, ik vind het mooi geweest. En dat is het natuurlijk eigenlijk ook. Pijn in de voeten, pijn in de knieën, pijn in de heupjes. Maar nou ja, we gooien er een paracetamolletje in en dan hobbelen we gewoon lekker door natuurlijk. Er zijn nu 11 kinderen, zijn er afgevallen. Vandaag is Stan ermee gestopt, wat natuurlijk wel echt een hele grote held is. Omdat, ja, stoppen als je met 100 kinderen aan het lopen bent en dan gewoon zeggen, joh, het wordt te zwaar, het doet te veel pijn, ik hou ermee op. Dan vind ik je echt heel erg stoer. Groot respect daarvoor. Maar ja, eigenlijk heeft iedereen wel last. Last en pijntjes en dat soort dingen. En hier dan, daarom zijn die 7 heuvelen ook zo beroemd. Omdat we, hoe heet het? Op dit is zo'n moment dat je denkt, ik wil eigenlijk niet meer. En dan krijg je dus, moet je dus heuveltje op heuveltje af. Wat echt voor de knieën niet heel goed is. Even kijken hoor. Het hoogste punt van Berg in Dal hebben we nu in zicht, zie ik. En wil jij even het microfoontje opklippen bij jezelf? Ja hoor. Want ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk om de kinderen. Dus Jultje, vertel jij eens eventjes. Nou, het is hier super warm en druk, maar toch ook weer wel heel gezellig met alle mensen. En hoe bevalt nou jouw vierdaagse? Ja, ik had het anders verwacht, maar het is leuker dan dat ik had verwacht. Waarom dan? Nou, omdat er zoveel mensen zijn aan de kant die je aanmoedigen. En bij de Club van 100 is het ook hartstikke leuk, dus dat had ik niet verwacht. Oh, water! Dus onderweg zijn we nat of zijn we nog? Nee, we zijn nog een beetje droog. Ja, maar de telefoon niet. Nee, maar dat komt goed. Maar het is in ieder geval heel gezellig. Ik heb wel een beetje pijn aan mijn knie. En hoe is het nou om met 100 kinderen te lopen? Ja, dat is echt geweldig. Want je kan naar iedereen terecht. En iedereen krijgt vriendschappen met elkaar. En ja, het is gewoon super. Is het nou leuker dan met volwassenen wandelen eigenlijk? Ja, sorry voor de volwassenen. En waarom? Waarom? Nou, ik weet praat niet, maar... je met kinderen over andere dingen dan met volwassenen? Ja. Wat dan? Nou, met kinderen maak ik meer grapjes en zo. En met volwassenen, ja, die... Het is ook wel leuk om mee te praten, maar ik vind kinderen toch wat leuker om mee te praten. Eigenlijk zijn volwassenen namelijk gewoon een beetje saai. Of mag ik dat niet zeggen? Jawel, of is dat niet zo? Ja, maar ik vind jou wel heel lief hoor. Ik ben wel lief. Maar goed. Hey, en willen we verder nog iets delen met thuis? Ik hoop dat iedereen het uit gaat lopen en heel veel sterkte voor de kinderen die zijn afgevallen. Oké, nou ja, in ieder geval. Mag ik hem weer terug? Wil je hem bij mij opprikken? Ja. Zo. Check. Hey, dan kunnen we het weer horen. Hebben we alle heuvels gehad? Ja, we hebben alle heuvels gehad. Hebben we hier nog? Loopt Jitske nog mee? Ja, zeker. We hebben Jitske net gehad. Moet je even de livestream meekijken, dan kan je dat zien. Dus Jitske, die hebben we net al. Waar is Jits? Is daar Jits ergens nog? Nee, die loopt iets voor ons, dus die gaat ook. Morten, ja Morten, dat gaat heel goed. Maar volgens mij loopt hij ook ietsjes voor ons, want die waren bij de rustplek al ietsjes eerder gestart. Maar Morten gaat ook heel goed, die heeft het ook heel erg naar zijn zin. Zodra ik ze zie, dan zal ik Morten ook even de groeten doen. Hey, wij wandelen nu door Berg en Dal. Het is hier één groot feest. Het is hartstikke gezellig. Wij gaan er nog een, even de laatste 5 kilometer bikkelen wij nog even door. En morgen, dan wordt het natuurlijk het echte feest. We starten om iets voor 7:00. En dan gaan we er tegenaan. Dank allen wederom voor het kijken. Volg jonge100.nl voor alle updates. En in ieder geval wil ik al onze sponsors bedanken. Vooral Lidl. Grote dank voor het sponsoren van alle boodschap. En het mede mogelijk maken van dit project. Hierachter loopt Rick loopt vandaag de hele dag mee. Jullie zagen thuis, zagen jullie net filmen. Het is natuurlijk enorm veel werk. We zijn niet alleen aan het wandelen, maar ook aan het live bloggen. De kinderen bij elkaar aan het houden. Filmpjes aan het maken, uitzendingen aan het maken.
En nou ja, het gaat helemaal fantastisch. We zijn heel blij en gelukkig. En dat komt, komt mede door jullie. En de stem bijvoorbeeld hier zo onderweg. Veel groeten, we zwaaien nog even. Doei. En tot de volgende keer.